Sportief Roeroet uit het Los Sportcafé. Natuurlijk het coronavirus. Het is het woord wat het meest genoemd wordt op dit moment. We zitten een paar uur na de persconferentie. En we gaan eens met elkaar aan tafel praten wat dat voor gevolgen heeft. Niet dat dat de aanleiding was om deze mensen te vragen aan tafel. Twee mensen met een groene bril. Jacob-Jan van de Groep, journalist. Ja. Een groene bril, want jij volgt de Diekers veel in jouw sportverslag. Ja. Ja. Komende weken dus even niet. Nee. Nee. Jan, jouw groene bril komt als lid van de TC. Ja. Dat klopt. Ja, de komende week even niet. We hebben net gehoord, diverse evenementen afgelast, maatregelen genomen. Voor de sport betekent het, Jan, Eemdijk voetbalt de komende weken niet. En met ook Spakenburg en IJsselmeervogels, noem maar op. Ja, ja, het is inderdaad super vers, maar we zijn al in de telefoon geklommen om dat te bespreken. Zeg maar. Wat doen we nu? We voetballen niet, dus we gaan vanavond met elkaar zitten over de aankomende periode hoe we dat in gaan kleden. Ja. Club gerelateerd, je hebt natuurlijk te maken met de regel dat er maximaal 100 mensen zeg maar, bijvoorbeeld op je sportpark mogen zijn en in die samenhorigheid. Ja. Dus dan zullen we met elkaar moeten overleggen hoe we daarmee aan de slag gaan. Ja. Het lijkt me wel verstandig dat het eerste in ieder geval blijft trainen. Mm-hmm. Want anders kom je wel met een behoorlijke achterstand straks de maand april binnen. Ja. Dus dat is iets wat we, als het allemaal in goede gezondheid kan, wel proberen door te voeren. Ja, ja. Wat betekent het voor jou, Jacob-Jan? Even geen voetbal? Ja, derving van inkomsten. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik zit natuurlijk vooral in de regionale sportjournalistiek, met name voetbal. Ja, en zolang er niet gespeeld wordt en er gebeurt niks. Ja. Dan is het zoeken naar verhalen waarschijnlijk de komende tijd. Ja. Jan, op de club leeft het al een beetje, zag je het al een beetje aankomen? In Brabant gebeurde natuurlijk het een en ander, wedstrijden afgelast. Grote evenementen, was al een klein beetje sprake van. Ja, nou eerlijk gezegd voelde het nog wel een beetje als, je houdt er wel rekening mee, maar het voelde nog een beetje als toch wel ver van je bedshow. Mm. Ondanks het feit dat het in Brabant is en ook al in Utrecht in de provincie speelt. Hadden we deze beslissing nog niet helemaal zien aankomen. Nee. Het feit dat de KNVB daar in stelling neemt, maakt beslissingen zeg maar, voor clubs als ons, zeg maar, de regionale clubs, wel makkelijker. Mm. Want het hele voetbal ligt eruit. Ja. Nou, dat is voor iedereen dan duidelijk. Ja. Maar het zal even wennen zijn, inderdaad, voor iedereen. Ja. 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 Je kunt ook niet naar de woonboulevard, hè? Ook meer dan 100 mensen, dus... horeca, we zouden morgenavond een hapje gaan eten. Ik vraag me af of dat nog mag, zeg maar. Dus dat soort dingen ga je dan in één keer nog meer afvragen dan wat je ervoor al deed. Nou, Jacob-Jan, jij verslaat de wedstrijd achteraf, commentaren, analyses en zo. Ga je er nu wat meer naar achtergrond verhalen? Ja, dat denk ik wel, want ik denk dat de lezers wel graag geïnformeerd willen blijven over het voetbal. Ja, het is natuurlijk wel een beetje de waar van de dag in het moment van hoe het seizoen verloopt en dergelijke. Ja. Of blessures of verhaal of dergelijke die je opschrijft. Maar het zal inderdaad nu wat zoeken zijn naar onderwerpen. Misschien een reportage maken, even over de lege velden van de Vinken lopen. Ja. Even naar de Westmaat, even kijken wat doet het coronavirus nou eigenlijk? Ja. Dus we gaan er iets unieks mee maken. U ziet zo meteen bewegende beelden van het voetbal van afgelopen zaterdag. Want dat kunnen wij de komende weken niet zeggen. Hoe wij met het sportprogramma omgaan, dat zullen we ook wel weer even bekijken. Er is nog genoeg andere sporten om over te praten. En anders pakken we gewoon beelden uit het verleden. Maar bewegende beelden van rood en blauw en groen. We gaan ze laten zien. Commentaren die in de afloop zijn gemaakt voor de camera van de diverse tv-ploegen. En natuurlijk zoomen wij met name in op Eemdijk, hoofdklasse B. Laten we maar beginnen met de eerste wedstrijd die we klaar hebben staan. Dat was ook een topper. IJsselmeervogels speelde tegen koploper uit de tweede divisie, Katwijk. 7 keer werd IJsselmeervogels de beste amateurvereniging van ons land. 5 keer gebeurde dat voor Katwijk. Jongman, Afaker. En een goede redding van Schaap. Deze twee dus zijn er niet bij. Danny van der Meijrakker en Kevin van Dierme. Quirrel Stout, dubbel wordt daar gelopen. Olijfveld met een kansje. Olijfveld, El Azouti. Goeie redding van Kieboom zeg. Heel goed gedaan. Justiana gaat mee, de harder zelf. De harder, paasje, El Azouti. Geen problemen voor Kieboom. En de Vogels bijna op 1-0. Maar Verleijenhorst tikt hem over. Hoekschop van Van der Laar. En dan bijna met het hoofd.
van Weerdenburg. Afaker is opgedoken. Afaker. En de strafschop. De strafschop geeft Fries na de botsing tussen Schaap en Marouane Afaker. Die pijn heeft. Die wat last heeft van zijn tanden. Ja, dat is een soort van Batiston-achtige. Weet u nog, heel vroeger in het verleden. Suzanne, onhoudbaar voor Schaap. 1-0 voor Katwijk. De koploper komt op voorsprong. Justiana. Elazouti, is die ontsnapt? Elazouti! Scheelt niet veel hoor. Olijfveld. Olijfveld nog altijd. Elazouti. Stout. Elazouti! Recht in de handen van Kipo. Van Riel. Brokland met Elazouti. Elazouti, daar is hij weer. Niets aan de hand. Elazouti. Afaker. Kijkt, zag dat Schaap voor zijn goal stond. Maar durft het niet, doet dit wel. Met Van der Ban. Afaker zelf weer aanspeelbaar. Mengeling kan, Afaker zelf. Jongman, Jongman zelf. Jongman met de beslissing. Joey Jongman, wat haalt hij die bal dan weer vernietigend hard uit. En wat scoort hij dan toch gemakkelijk de 2-0 voor Katwijk. Afaker probeert het. Van Leijenhorst. En dan Jongman die zegt, laat maar, ik doe het wel. En kijk eens hoe, 2-0 voor Katwijk. Ja, geen penalty bij Elazouti. Justiana bij Elazouti. Van achteraan gevallen door Van Dam, maar hij geeft hem niet. Niet bij de harde, de paas van Van der Laar. Afaker, nog een keer naar Mengeling. Mengeling met de controle. Mengeling en Korti die, oh foutje daar van Quinnon Stout. Mengeling, Afaker, Afaker 3-0. Hij wordt beloond. Marouane Afaker. IJsselmeervogels leidt een gevoelige nederlaag tegen de koploper van de tweede divisie die ook gewoon koploper blijft. Straks hebben we de stand. Na de wedstrijd van Spakenburg gaan we kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de stand. In ieder geval duidelijk is dat IJsselmeervogels niet aan kop staat. Voorlopig even in de wachtkamer zit. Bekend in de wachtkamer zitten. Ja, dat is bekend. Ja. Had je dat verwacht? Bij de Vogels? Ja. Ja. Nou, eerlijk gezegd niet. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze thuiswedstrijd tegen Katwijk in ieder geval een resultaat zouden halen. Ja. Nou is de uiteindelijke uitslag volgens mij behoorlijk geflatteerd. En hebben ze een dat hele goede, ja. goede tweede helft ja. gespeeld, als ik mensen mag geloven en ook mag lezen. Dus het is ook een momentopname. Ja, je ziet dat iedereen daar toch wel van elkaar kan winnen en blijft winnen. Ja. En af en toe ook weer een uitglijder maakt tegen de onderste, zoals AFC. Of tegen een van de mindere ploegen, zoals AFC zaterdag deed. Ja. Waardoor het ook wel weer dicht bij elkaar staat. Dus als je een serietje zet van 4-5 wedstrijden, kunnen ze zomaar weer uit die wachtkamer zijn. Ja. En gewoon titelkandidaat zijn. Dus ik vond het wel verrassend, maar wel wat geflatteerd, de uitslag. Ja. Heb je wedstrijden nog verslagen van de Vogels dit seizoen? Ik ben er wel een keer voor de competitie geweest. De hele bekeravontuur wel. Dus ik heb ze wel een aantal keer zien voetballen. Maar in de hele competitie, ja. Want jij schrijft voor twee kranten, regionale kranten. Ja, het AD en de Gooi en Emlanden. Ja. Ja. En meestal voor de Gooi en Emlanden doe ik dan de bekeravonturen, zeg maar. Mm-hmm. Dat het gewoon, s'avonds dicht bij huis is. Dus ook makkelijk met de oog op deadline en zo. Dus dat is gewoon even wat praktischer, zeg maar. Ja. Ik ken natuurlijk ook wel mensen bij de Vogels. Dus ja. dat... Want jouw roots liggen bij het rode gedeelte? Mijn roots liggen eigenlijk bij Dijk. Daar heb ik in de jeugd gevoetbald. Ja, ja. Okay. Maar daarna ben ik ook gestopt na de jeugd. Ja. Toen dacht ik, ga lekker naar de markt toe. En nu achteraf denk je, had ik maar doorgevoetbald. Mm-hmm. Maar ja goed, achteraf is iedereen wijs. Ja. Bij de Vogels waren twee spelers op gesprek, we hebben begrepen. Nemi en Buitenhuis. Ja. Nemi is het geworden en Buitenhuis had geen plek meer, want er waren er vijf. Laten we eerst even kijken naar die vijf. Welke vijf zijn het dan die jullie nu... Wij hebben volgend jaar Bas Buijmer, Freek van Belzen, Jesper van Dalen,
nieuwe spits, Nigel van Zelst. Ja. En dus Ashraf Nemi. Ja. Ja. Voor velen, ook voor mij, was het verrassend. Nemi, nou, dan mag je handen mee dichtknijpen. Ja, dat vinden wij ook. Ja. Daar zijn we trots op en nog steeds heel erg blij mee. Ja, dat je komt in een situatie waarin IJsselmeer afscheid neemt van in dit geval twee van dat soort jongens die jarenlang al hier in het dorp voetballen. Waardoor je ook wel een beetje kent, die gasten. Dus vanuit die hoedanigheid zijn ze op gesprek geweest. Zijn we eigenlijk vanaf begin af aan heel transparant geweest over het feit dat we nog maar één positie hebben. En dat we daar, als ze allebei willen, en het alles is goed, zeg maar, dat we daar een keuze in zouden moeten maken. Want ze willen graag met elkaar spelen, geloof ik. Ze kennen elkaar. Ja, het liefst zouden ze met elkaar spelen. Dat zou het ideale plaatje zijn, zeg maar, voor hen. En overigens ook voor ons, als er nog een extra positie was geweest, dan buitenhuis natuurlijk ook fantastisch voetballen. Dan kom je niet in de verleiding om te zeggen, ach, laten we daar maar een keer 6 voor maken. Tuurlijk wel. Ja, wel. En die verleiding kom je wel. Ja. Alleen, ik denk dat het beleid wat Eemdijk heeft ons zover heeft gebracht. Mm-hmm. En dat je soms ook moeilijke beslissingen daarin moet nemen. Ja. Want als je gaat naar 6, dan ga je misschien over een paar jaar naar 7. Mm. En dan vervalt eigenlijk al je uniekheid, zeg maar, die je nu hebt bewerkstelligd. En als je de 5 hebt, staan er altijd 6 Spakenburgers in het veld als je de 11 opstelt. Dus het is ook niet zomaar een getal. Nee. Dus tuurlijk kom je wel in de verleiding. Maar dit is heel duidelijk afgehamerd in alle gesprekken. Nou, duidelijk. TC als bestuur. Ja. Ja. En dan komt Buitenhuis toch nog terecht, Jacob Jan, bij de Vogels. Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vraag me dan af wie daar uiteindelijk het laatste woord heeft. Als je overal leest en hoort van de sponsoren hebben geld opgehaald om hem binnenboord te houden. Ja. Terwijl de TC eigenlijk zegt van, we vinden hem niet goed genoeg, we gaan niet verlengen. En er is extra budget en dan verlengen ze toch zijn contract. Ja, dat geeft misschien wel een beetje te denken. Ja. Zou je zo kunnen werken, Jan? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, of het moet een fantastische manier zijn om zeg maar en je eigen budget te hanteren en nog een speler binnenboord kunnen houden door middel van deze wijze. Mm. Maar als ik het commentaar proefde van André van Dierme, dan is dat denk ik niet zo geweest. En ik zou daar in ieder geval wel mijn mening over geven intern. Ja. En dat zal André zeker ook wel gedaan hebben. Ja, dat moet niet te vaak gebeuren, denk ik. Nee. Nou, meningen worden extern gegeven voor de camera na afloop. Bij de camera van IJsselmeervogels TV in dit geval werden twee spelers en trainer Kruis ondervraagd. En dat kan ze niet afmaken, denk ik. Ik denk dat je voor de rest eigenlijk de beste wedstrijd van de tweede helft van het seizoen hebt gespeeld. Je had echt niet hoeveel verliezen. Kijk, als je zelf die kansen maakt, je krijgt een penalty, een fout waar een goal uitkomt. Ja. En die derde speel je alles of niets. Maar dan staat het 3-0 op het bord. Alleen had echt totaal niet goed vandaag. Geflatteerd. Ik denk dat wij een van onze beste wedstrijden van dit seizoen hebben gespeeld. En inderdaad, als mensen alleen naar teletext kijken, dan zien ze 0-3 staan. Denken ze van die zijn van de mat gevoetbald. Maar ik denk het juist niet. Ik denk dat Katwijk dodelijk effectief geweest is momenten dat ze eruit kwamen. Een penalty bracht de voorsprong. Dat had eigenlijk ook wel een beetje te maken met balverlies van onze kant. Dat was wel jammer, want we zaten heel goed in de wedstrijd. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Ja, volgende week moeten we er gewoon weer staan. En het zijn nog 10 wedstrijden waar je 30 punten kan pakken. Alleen jij hebt nu wel even een slagje verloren. Alleen we moeten wel die draad oppakken en volgende week gewoon winnen. We moeten even in de wachtkamer en we zullen alles moeten winnen. Katwijk lijkt even weg. Maar ervaring leert in deze competitie, die loei spannend is, dat ploegen die bovenaan komen, of het allemaal voor elkaar lijken te hebben, die krijgen ook weer een terugslag. Nu moeten we ons herpakken, nu moeten we zelf grote jongens zijn om ook met teleurstellingen om te gaan. 2 nederlagen op een rij tegen AFC en tegen Katwijk. Dat moet eigenlijk niet kunnen bij IJsselmeervogels, maar nogmaals, vandaag had er voor ons veel meer ingezet. Ja, op naar volgende week. We moeten ons herpakken. En allemaal woorden die nu in een ander daglicht komen te staan. Je zit in een flow en dan gebeurt dit. Dat is balen natuurlijk. Ploegen die niet aan het voetballen zijn, die komen misschien hierdoor in een kansrijke positie. Ja, wellicht. Het kan, als ze wat meer de tijd hebben om bijvoorbeeld mensen van blessures te komen. Of ik zei vanmiddag met een gek gezicht van over dat hele coronavirus, als het EK wordt uitgesteld, dat is maar 1 ploeg die lag, dat is Nederland. Mm. Want aanvallend liggen de 3 in de lappenmand en die kunnen nu rustig herstellen. Ja. Dat is natuurlijk wel iets verder van ons bed dan de regionale sport. Ja. Maar het zou natuurlijk altijd kunnen helpen.
Betekent dan waarschijnlijk dat je ook door de weekse wedstrijden gaat krijgen? Nou, ik denk wel dat de clubs nu gaan nadenken over hoe ze dat gaan invullen. Mm-hmm. Ja. En dat zou allemaal een beetje in beperkte toegang gebeuren. Mm-hmm. Dus in besloten wedstrijden, denk ik. Ja. Dus iedereen zal elkaar wel weer gaan bellen om te vragen wanneer ze tijd hebben. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat er clubs zijn op dit niveau die zeggen van nou, we gaan gewoon lekker 3 weken trainen, we spelen geen oefenwedstrijd en we zien wel in april wat er gebeurt. Dus ga er maar vanuit dat dat gaat gebeuren. Ja, ja, ja. We gaan naar de blauwe kant. Quick Boys was de tegenstander. Dat gebeurde in Katwijk. Weken voor de Katwijkers. Eerste kans van de wedstrijd was wel voor Kevin Jansen van Quick Boys. Dit is balverlies van Tommy Bekooy, de 0-1. Nee. Het is de paal die Quick Boys in de beginfase van de wedstrijd redt. Want dit had zomaar de openingstreffer kunnen zijn. Maar Sterling had iets meer naar links moeten mikken. Dit is Sabir Asjefei. Lekkere bewegingen hoort. De voorzet van der Zanden. Maar hij kan net niet lekker bij die bal. Aanval is nog niet afgelopen. Daar is Van der Zanden weer. Die kan hem dan nu misschien zelf voorgeven. En dan is dit een hensbal, scheidsrechter. Hij staat er met zijn neus bovenop. Maar hij geeft niks. Terechte frustratie bij Van der Zanden. Ja, het is bijna bizar dat hij dit niet ziet. Want Brinkman maakt misschien wel meer dan één keer hens. 0-0 de ruststand. Er zijn genoeg kansen geweest voor Quick Boys. En dat moet de blauw-witte fans hoop geven. Mahmoud met de voorzet en daar is Jansen weer. Maar waar hij in de eerste helft overkopte, komt hij nu de keeper tegen. En zij houden de moed erin. Corner, daar is Bloemendaal. En ook hij kan die bal er niet in krijgen. Het zit Quick Boys niet mee in de afronding. Sterling, daar is de overtreding van Mahmoud en de penalty. Een terechte beslissing, denk ik. Maar de scheidsrechter had in de eerste helft Quick Boys ook een strafschop moeten geven. Vince Gino Dekker, hij gaat achter de bal staan. Van der Helm gaat naar de verkeerde hoek. Hij schiet hem keihard binnen, Vince Gino Dekker. En wordt dit dan de genadeklap voor Quick Boys. Nog een corner in de laatste minuut, maar daar kan Bekooy niet bij. Spakenburg wint met minimale cijfers. En Quick Boys staat misschien wat onterecht met lege handen. Jacob Jan, we zagen de situatie met de al dan niet penalty. Hebben we het niet gegeven? Hens, ja of nee? Het leek mij overduidelijk. Ja. Ja. Volgens mij raakte hij zelfs nog 2 keer met zijn hand. Dus hij kan hem 2 keer geven, de scheidsrechter. Ja. Ze hebben wel gezwijnd op basis van de beelden. Dan, ik zo De assistent-trainer van Spakenburg wordt de nieuwe groene assistent. Vertel. Chris. Ja. Ja, Chris de Graaf. Ja, inmiddels nieuws. Is hij geen assistent meer bij Spakenburg natuurlijk. Nee. Dat is zeker nieuws. Wij zijn er heel erg blij mee. Op het moment dat wij toch wel een beetje gevoel kregen bij Ruud. Dat hij graag op zijn eigen benen wilde staan. Mm. Ja, dan maak je daarin een short list. En Chris kwam er eigenlijk bij op het moment dat hij bij Spakenburg stopte. Ja. En op het moment dat Ruud definitief aangaf dat hij naar Putten 2 zou gaan, mm-hmm. is het een stroomversnelling geraakt. Wilde Ruud weg of moest hij weg? Nee, Ruud die wilde echt op eigen benen staan. Ja. Ja, hij heeft vorig jaar, ten tijde dat hij assistent was bij Hans van Arem, al een beetje geworsteld met zijn rol. Nou, toen heeft hij het een half jaar fantastisch gedaan als hoofdtrainer. Veel punten gehaald. En dat gevoel is eigenlijk dit seizoen niet weggegaan van ja, ik ben toch assistent. Mm-hmm. Moeilijk om, hij vindt het moeilijk om daarmee mijn volledig zijn ei kwijt te kunnen. Ja. Dus zodoende dat hij daarin ook wel transparant is geweest. Hij heeft nog wel even getwijfeld. Want, het is in het dorp, hij heeft ook wel naar zijn zin. Jongens die hij kent, zeg maar, die van rood en blauw. En scheelt het ook dat jullie elkaar kennen? Want jij kent Chris ook privé misschien wat beter. Je spreekt iemand wat makkelijker aan. Nou ja, ik ken Chris redelijk goed. Ja. Het is niet dat we elkaar deuren plat lopen, maar wel altijd voetbal gerelateerd. Ja. En we hebben echt tussendoor wel eens contact gehad. En als ik bij Spakenburg een keer kon zijn, dan zochten we elkaar altijd wel even op.
ja, het is een voetbaldier. Hij eet, drinkt en slaapt voetbal. En los van gezin en werk, wat hij ook goed doet. Maar het is gewoon iemand die in hart en nieren voetbal uitstraalt. Ja. Ja, dat in combinatie met nog zo iemand als Willem Romp. Ja, dat kan hopelijk heel wat moois opleveren. Ja. Zou vast ook wel een keer botsen tussen die twee. Maar dat mag ook als het maar gewoon intern blijft. Zou jij het aankomen? Ja, Nee. Ik dacht, hij kan zich niet schikken in de rol van assistent bij Spakenburg. En dan niks in nadele van M. Dijk. Maar waarom zou je dan bij M. Dijk in dezelfde rol gaan? Nou goed, ik hoorde dat nieuws dan van Jan. En ik heb dan Chris gebeld. En gewoon gevraagd van, ja, waarom doe je het? Ja. Vertel het eens. Ja, en hij zegt gewoon, de rol zoals ik hem bij Spakenburg bekleedde en wat ik daar aan verantwoordelijkheden kreeg, dat was zodanig dat ik me daar niet meer in kon schikken. Maar bij M. Dijk kreeg ik meer vrijheden. En ik denk gewoon dat ik daar beter pas, ook in samenwerking met Willem. Ja. Want je hebt hem geïnterviewd voor een artikel? Ja. Waar is dat te lezen? Die staat morgen in de Gooi Nederlander. Oké. Okay. Ja. Goed, wij moeten dus naar Gooi Nederlander van Jacob Jan. Maar we gaan nu eerst even naar de interviews. Ook na afloop Erik Meijers en Dekkers waren voor de camera. Voor de rust heel behoorlijk gevoetbald hebben. Eigenlijk verzuimd hebben om gelijk in het begin al op 1-0 voor te komen, alleen voor de keeper. Nou, uiteindelijk ga je dan met 0-0 rusten. Ja, dan weet je dat je na de rust toch wel Quick Boys gaat stormen. Vooral met de wind in de rug. Ik vond Quick Boys beter. De eerste helft ging het een beetje op en neer. Maar de tweede helft was Quick Boys echt veel beter. Hadden de grootste kansen. En wij komen er 3 keer uit. En wat vaker dit seizoen gebeurt, is dat wij dan winnen. We trainen wel eens na de training op penalties. En die jongens weten dat ik een goede trap heb dan op 11 meter. En ik ging wel zelf zeker achter de bal staan. Ik heb donderdag al met een sfeeractietje van de supporters van de hele belangrijke wedstrijd werd. En de trainer ook veel spanning, ook hier naartoe. Er werd al gezegd van, dat dit een hele belangrijke wedstrijd is, ook voor het verloop van het seizoen qua punten. Dat had ik ook op bord staan. Het is 10 punten of 4 punten. En dat hebben we zeker meegenomen. En ik moet zeggen, we hebben dat heel serieus genomen. Nou, ik vond dat mijn ploeg dat vandaag met heel veel spelvreugde en met collectiviteit heeft afgedwongen dat wij nu met 3 punten naar huis gaan. Nu 7 punten uit 3 wedstrijden. Wij zijn bezig nu met een goede serie. En ik hoop dat we dat ook de komende weken thuis weer een keer laten zien. Waardoor wij de mensen ook weer thuis kunnen gaan boeien. En dan wij inderdaad een stap op die ranglijst kunnen gaan zetten. De ranglijst. Erik Meijers zei het al. Laten we eens naar gaan kijken met z'n drieën hier aan tafel. Wat dat voor consequentie heeft. Kijk mannen, daar staat die Katwijk, Harderberg, AFC, Rijnsburg, IJsselmeervogels. Misschien Kozakken Boys. Hoe kijk je daarnaar, Jan? Waar zitten de kanshebbers voor de titel in jouw optie? Nou, in de flow dat AFC zeg maar ten tonele bracht, dacht ik dat die zullen wel toch wel weer voor de titel gaan voor de tweede keer op rij. Maar dan glijden ze toch bij Scheveningen onderuit. Dus als je het me heel eerlijk vraagt, geen idee. Katwijk heeft denk ik nu de beste papieren. Ja. Ik denk dat het tussen nummer 1, 3 en 5 gaat. Toch IJsselmeervogels nog? Ja. Ja, de kwaliteit die IJsselmeervogels heeft in de selectie. Met een trainer die toch gewoon de juiste dingen doet. Niet te ingewikkeld maakt. Ja. En daarin probeert gewoon een team te vormen. Eigenlijk ook het liefst vaak met dezelfde mensen speelt. Het is een kwestie van wie is er het constant en gaat een serie neerzetten in die laatste fase van de competitie. En dat zie ik, ondanks dat ze het heel goed hebben gedaan, HC en Rijnsburg wat minder doen. Ja. Jacob Jan, de positie van Spakenburg. Een tijdje hebben ze aan de rechterkant gebivakkeerd. Ja, ik zat net te kijken. Het verschil van 7 punten met IJsselmeervogels is... als je naar Jan's woorden luistert, is dat niet te overbruggen. Want IJsselmeervogels doet nog mee om de titel. Ja. Maar stel je nou voor dat dat niet gebeurt. Dan komen ze nog gevaarlijk dichtbij. Nou ja, de fanatieke blauwen hebben al een beetje een soort derbyverhaal. Zo op de derby kunnen we erover. Ja. Dat is iets te optimistisch lijkt mij. Wat me opvalt, Jacob Jan, dat is het doelsaldo van Spakenburg negatief. Ja. En pas vanaf plaats 12 heb je ploegen met een negatief doelsaldo. Voor die tijd iedereen een positief doelsaldo. Mm-hmm. Het is dus achterin lek. Het was lek. Het was lek. Ja, ik vind wel dat Erik Meijers daar wel de credits voor verdient dat hij het wel achterin... Ja. Wel een stuk beter op orde heeft dan zijn voorganger. Ja, ja, ja. Dit is nog het gevolg van de eerste maanden van het seizoen, zeg maar. Dan zouden ze Jan, de verdedigers, bij M. Dijk op moeten halen. Want dat is juist de kracht van M. Dijk. Nou, maak geen slapende honden wakker. Ja.
Nee, maar wij hebben natuurlijk ook eentje extra achterop met 5. Ja. Uiteindelijk is dat een beslissing geweest om wat meer vanuit de verdediging te gaan voetballen. Wat meer op de nul en je wedstrijden te winnen op basis van 1 of 2 momenten. En het kan, we kunnen wel zeggen dat dat heel goed gaat. Ja, eigenlijk hadden we nog geen wedstrijd verloren met meer dan 2 doelpunten verschil. Nee. Tot aan zaterdag dan. Ja. Dan heb ik zelf een gedachte, die zal helemaal fout zijn, maar mijn gedachte was volgens mij, Eemdijk moest spelen met een andere keeper. Keeper 1 en 2 waren er niet. Er is toen als extra slot op de deur een 5e verdediger bijgezet en dat ging zo goed, dat moesten we maar zo houden. Ja, ik denk eigenlijk dat de situatie voorin ontstond. We hadden op een gegeven moment alleen nog... Dus de redenatie klopt niet? Nou ja, ik denk het niet. Want zo heb ik hem nog niet gehoord in ieder geval. Het stond eigenlijk alleen al... We hadden op een gegeven moment alleen Bas Buijmen nog over. De rest was iedereen geblesseerd. En zelfs Armin Salimi, die we hadden aangetrokken om ook concurrentie aan te gaan met Zege Beuks op de rechtsbackpositie, was onze meest aanvallende speler samen met Bas dan. Dus die hoedanigheid is eigenlijk ontstaan om in de wedstrijd uit bij ACV met 2 spitsen te gaan spelen. Hm. Ja, en dat toen wonnen we. En toen heeft Willem Romp het een tijdje laten staan. En dat werd eigenlijk alleen maar solider, beter. En naarmate het seizoen vorderde ook gewoon voetballend steeds. Dus we gingen vanuit die 5-mansverdediging in fases ook met de backs hoog op, zeg maar, om het verschil te maken op het middenveld voetballend. Hm. En dat is wat Willem het liefst ziet, zeg maar, dat je ook voetballend verschil kan maken. Maar het moet ook wel realistisch zijn dat we niet in alle tijden de selectie hebben om dat elke week maar te kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat het een goede mix is van hoe we het beste kunnen presteren in de beste samenstelling, zeg maar, op dit moment. Ja. Hoe ver ga je als journalist die een ploeg volgt om de ploeg te volgen, op trainingen bijvoorbeeld, of tussendoor in de week te bellen? Ja, dat wel. Ik ga heel af en toe eens kijken op donderdag de training. Echt niet vaak of zo, maar ik spreek de trainer wel door de week. Of ik vraag wel eens wat dingetjes aan Jan of ik spreek wel eens wat spelers. Gewoon ook nadat ik ze bijvoorbeeld in de wedstrijd gezien heb op zaterdag. En ze zijn er geblesseerd vanaf of zo, dan bel even. Ja. Of app je even van hoe is het met je. En zo heb je wel gewoon contact. En in hoeverre kun je dan nog, als je een goede band hebt, kritisch zijn? Soms moet je misschien wel hard zijn in je verslag? Ja, nou goed, ik vind gewoon dat als het goed is, is het goed. En als het slecht is, is het slecht. Hm. En daarna moet je gewoon met elkaar een biertje kunnen drinken. En vaak weten ze zelf ook wel als het niet goed is. Zoals afgelopen zaterdag bij Staphorst, toen zei je... Ja, Pieter zei ook gewoon, ja, als het verschil zo groot is, dan moet je gewoon je mond houden. Hm. Want we hebben gewoon totaal niet gevoetbald, niet verdedigd. En het was gewoon eigenlijk kansloos. Ja. Nou, dat schrijf je dan op. Nou, en er is niemand die zich daar verder druk kan maken of het nou kritisch is of hard. Want zo was het gewoon. Ja. Nou, u weet naar welke wedstrijd we gaan kijken. Staphorst, Eemdijk, kansloos. Duel tussen de 2 koplopers. U ziet de opstelling met 5 verdedigers. Want Jordi Huigen hier op het middenveld speelt gewoon achter. En Eemdijk komt ook snel achter. En dat gebeurt op een hele knullige manier. We zitten in de 2e minuut. Als doelman Wouter Beukers de bal gooit naar Rafiq Alhamdi. Hij komt de bal ophalen voor opbouw. Maar laat de bal heel knullig van zijn voet afspringen. Een polletje zal het geweest zijn. Het veld van Staphorst is niet best. Is oneffen. En ja, maar goed, deze bal mag je natuurlijk niet zomaar verspelen. En Johnny de Vries maakt daar dankbaar gebruik van. En alle tactische concepten en ideeën van trainer Willem Romp kunnen in de prullenbak. En Alhamdi laat ook later in de wedstrijd negatief van zich horen. Met een grove overtreding. En Staphorst is vanaf het begin gewoon de betere ploeg. Speelt onverzettelijk. En laat zien aanspraak te willen maken op die koppositie in de hoofdklasse B. Eemdijk kan alleen maar verdedigen. Komt moeilijk toe aan een opbouw. En Wouter Beukers staat hier op zijn plek. Voorkomt de 2-0. Maar die 2-0 gaat toch vallen. En kijk, onverzettelijk is Staphorst in de duels. Wint keer op keer het duel. De assist komt uit de gewone duel van Staphorst. En in de blessuretijd van de eerste helft wint ook Martijn Brakke heel knap zijn duel. Controleerde bal op de borst.
en houdt de rust en de controle om de goal te maken. Een knappe goal en een verdiende voorsprong van Staphorst bij de rust. Dan gaat in de tweede helft Jordi Huigen wat meer naar voren. Jeffy van der Dikkenberg krijgt hier een kans, maar schiet over. Het zijn speldeprikjes van Eemdijk. Maar goed, zo'n speldeprikje kan er ook ingaan. En er is even druk. Het lijkt even hoop te geven dat Eemdijk terugkomt. Zoals hier, Buimer kopt over de goal. En zo'n balletje met wat geluk kan er zo inrollen. Maar Staphorst is de betere ploeg en drukt dat hier uit met de 3-0. Martijn Brakke, hij is weer het doelpunt te maken. Natuurlijk komt er wat geluk bij kijken, want onderweg raakt Jesper van Dalen de bal aan. Maar de bal in de goal. Wouter Beukers had hem kunnen pakken. En de punten blijven in Staphorst en Eemdijk is kansloos in deze wedstrijd. Als je terugkijkt, Jan, naar de wedstrijd, hoe zie je dan de beelden? Nou, ik was al vrij snel na de wedstrijd er toch wel overheen. Mm. Omdat je gewoon minder was. Eigenlijk in elke linie vond ik Staphorst geraffineerder. En ook wel wat ervaren en gevaarlijker. En op het moment dat zij zeg maar natuurlijk help je ze in het zadel, hè, want het is gewoon een fout die je maakt op die 1-0. Maar als je ziet, als zij in de opbouw gingen, ten opzichte van hoe wij in de opbouw gingen, dan werden zij steeds dreigend en wij eigenlijk niet. Dus ik heb eigenlijk geen moment gedacht van, ja, alleen als het moment dat je een aansluitingstreffer maakt, dan kan je nog iets bewerkstelligen, maar dan zou het echt op basis van kracht en, ja, en lange ballen en op die manier moeten. Maar op basis van het veldspel en ook kwaliteit kwam je er eigenlijk niet aan te pas. Ja. Maar goed, Kara, lopen natuurlijk. Kijk maar aan Liverpool en Atletico Madrid. Liverpool is toch verreweg de betere ploeg. En ja, Atletico pakt hem op andere factoren toch in. Nee, maar daarom. Het is ook niet zo dat Staphorst de best voetballende ploeg is van de klasse. Nee. Maar ze staan daar niet voor niks. Dus dat betekent dat ze, los van het feit dat ze behoorlijk goed kunnen voetballen, ja, ook nog een stukje meer met zich meebrengen. Mm-hmm. En dat zag je wel heel erg terug. Dus ervarenheid, een goed middenveld met een oud prof die het werk, of tenminste het spel naar zich toe trok. Heel goed centrale verdedigingsduo vond ik. Ja, mm-hmm. En ze hebben een behoorlijke sluipmoordenaar voorin lopen met Martijn Brakke. Ja, alles viel op dat moment ook de kant op van Staphorst zaterdag. En niet ten opzichte van ons. Ja. Dus zowel die 1-0 als die 2-0. En uiteindelijk ook die 3-0 die verricht is veranderd. Ja. Geluk dwing je af, zeg je dan. Wat doe je dan na het afloop van de wedstrijd? Voordat ze in de kleedkamer staan, kom je al met je notitieblokje? Of wacht je tot ze uit de kleedkamer komen? Ja, het is net wie je nodig hebt, zeg maar. Ja. Maar de meesten die willen dan wel eerst heel even tijd voor zichzelf. Nou ja, goed. En dan meestal, de eerste die meestal buiten is, is Willem Romp. Dus die pak je dan eerst en dan komen er al wel wat spelers naar buiten. En dan spreek je ze aan. En wat waren de reacties? Ja, eigenlijk wat Jan ook zegt. Bijvoorbeeld, ik had ook Zegen Beukers gesproken. Die zei ook gewoon, in het veld voel je gewoon al dat je terecht aan het verliezen bent. Dus ja, dan heb je er ook wel sneller vrede mee. Net zoals Jan zegt, ik was er vrij snel overheen. Ik had het idee dat die spelers dat eigenlijk ook wel hadden. Ja. Het was natuurlijk, zijn ze teleurgesteld. Want ja, je laat de kans liggen om het gat naar de kop lopen te dichten. Maar als er dan het verschil zo groot is, zoals Jan-Pieter al zei. Ja, dan moet je maar gewoon je beerder erkennen en gewoon je mond houden. Ja. De keeper, Jan. Wouter Beukers vertrekt. Dat zagen jullie al aankomen? Of had je misschien nog de hoop dat hij had je zou blijven? Nou, daar hebben we zeg maar meerdere gesprekken over gevoerd. Niet altijd officieel, maar ook gewoon informeel. En Wouter heeft wel de ambitie om het ook zeg maar op hoog niveau te laten zien. Hij heeft zien. Een club, nog geen club toch? Nee, nog geen club. Of nog geen club bekend geworden. Dus die ambitie was ook niet per se voor de korte termijn. Dus hij had denk ik ook nog wel een jaartje bij Eemdijk willen blijven. Alleen wij hebben met Jeroen de Harde gewoon een keuze gemaakt om ook zeg maar voor de lange termijn te gaan. Ja. En het was best wel reëel als Wouter was gebleven dat Jeroen niet was gebleven. En als je dan ook nog Wouter Beukers na een jaar kwijtraakt aan een club wat hoog speelt, omdat zijn ambitieniveau daar ligt. Ja, dan staan wij toch opgesteld als TC om ook voor de lange termijn beslissingen te maken. En dat hebben we uiteindelijk ook tegen Wouter, bij Wouter aangegeven. Ja, en toen zei hij wel van nou, misschien had ik dan toch wel. Maar dat is dan achteraf. Ik denk dat hij zeker nog wel een jaartje had willen blijven.
Dan kan je een keuze maken. Je ziet het over een jaar wel weer wat er dan beschikbaar komt. Of je kiest gewoon voor Jeroen die eigenlijk net zo goed is. Ja. Waarvan je zeker weet, hij kan hier nog 5, 6 jaar keepen. Ja. Mits hij ook zijn niveau haalt. Want we gaan wel kijken of we ook gewoon Jeroen weer onder druk kunnen zetten op een goede manier. Met 2 goede keepers naast Robert van der Borg willen we graag nog een keeper. Het is niet zo dat hij nu een vrijbrief heeft om maar lekker even 6 jaar eerst keeper van in dijk te zijn. Hij moet het ook gewoon blijven laten zien. En het is ook niet zo dat Wouter nooit meer terug kan komen. De deur staat ook altijd open, dat weet hij. Maar hij wil nu wel graag zijn plafond gaan ontdekken. Ja. Ik weet in ieder geval niet of hij al een club heeft. Hij zal vast in gesprek zijn, dan weet ik ook niet precies wat daar de status van is. Maar dat het goed komt met hem, daar ben ik van overtuigd. We hebben beelden na afloop. Was Staphorst TV met een soort persconferentie. Werd de microfoon ook bij trainer Willem Romp gehouden. Hoe hij terugkeek op die wedstrijd. Nou, ik denk wel dat er te veel hobbels waren op onze spelers met dit veld. Maar ik denk dat Staphorst iets meer energie had dan wij, leek het wel. Neem je dat jongens kwalijk? Nou goed, je maakt een plan en je komt tot aan. Ja, natuurlijk die goal, dat helpt natuurlijk allemaal niet. Alleen we hadden een bepaald idee om te voetballen. En dan moet je goed anticiperen en dat deden we niet. Probeer je nog in de rust het om te zetten. Jullie huigen voorin erbij en dan moet je een klein beetje geluk hebben dat hij direct naar rust ook faalt. Nou, Jeffrey van Dikkenberg komt een keer er vandoor. Nou, dan moet zo'n bal een keer vallen. Een keer met Bas Buijmen dat hij een kopbal is. Als zo'n bal dan valt, dan kan je ze misschien nog aan het wankelen brengen. Ja, dat gebeurt dan niet. En eigenlijk is het gewoon, denk ik, een half uur tijd, 25 minuten tijd, is de wedstrijd gewoon dood. Ja, dan maakt ze al 3-0. Een klein tikje gekregen. Wordt nu 6 punten. Maar goed, nog 9 wedstrijden, wat je zegt. Ja, als jullie weer zo'n reeks neerzetten als de tweede periode, dan wordt het lastig natuurlijk. Maar ja, daar ga ik eigenlijk niet van uit. Er zullen genoeg wedstrijden zijn dat ook Staphorst een keer punten kan laten liggen. En als je dan zelf wint, dan kom je er weer dichterbij. Kan je de druk weer opvoeren. Dus we moeten gewoon nu even afwachten. Maar we zitten even in de wachtkamer. Gaan we de stand er ook even bij pakken. En dan zien we Jan van eerste naar de derde plaats in een paar weken. Op dit moment in de wachtkamer. We zeiden het net ook wel bij IJsselmeervogels. En toch heb ik het idee dat er niemand in paniek is. Nee, dat klopt. Ook omdat wij het gevoel hebben van we strijden al het hele jaar om de bovenste plaats. Ja. En ik weet niet zeker of iedereen dat had verwacht. En ik weet niet zeker of wij dat hadden verwacht. Wel gehoopt. Uiteindelijk probeer je een stabiele hoofdklasse te worden, zeg maar, en te zijn. En ziet het er nu wel naar uit dat je gewoon een tophoofdklasser bent, zeg maar, ondanks het feit dat je bent gedegradeerd en ook nog wel eens wat kwaliteit verliest en ervaring verliest. Want jongens die gestopt zijn. Zijn we best wel trots op de plaats waar we nu staan. En tuurlijk wil je tot het eind meedoen om het kampioenschap. Ja, dat is even afwachten hoe de aankomende periode zich gaan ontwikkelen. Ja, en dan praten we in ieder geval al richting april om daar eerst maar eens te zien hoe dat gaat. Maar ondanks dat heb je natuurlijk de eerste periode. Dus je hebt de na-competitie. Je kan om promotie gaan strijden. En het is denk ik nu belangrijk om in die bepaalde flow te komen waarin je ofwel weer mee gaat doen om het kampioenschap, ofwel gewoon met een goede uitgangspositie die na-competitie instapt. Jacob-Jan, je hebt diverse ploegen gezien in de hoofdklasse B. Welke van deze teams acht jij in staat om die titel te pakken? Ja, als je nu kijkt naar de ranglijst, zou je zeggen Staphorst is nummer 1, zeg maar, in pole position. Mm. Ik vond ACV beter voetballen, maar dat, ja, eigenlijk zei Jan dat net ook al. Staphorst kan ook wel iets anders dan dus alleen maar goed voetballen. Ja. Die heeft ook net dat beetje extra's. Ik vind daarnaast bijvoorbeeld degene Muiden valt mij dan toch wel weer tegen. Mm-hmm. Ik heb toch ieder jaar best wel hoge verwachtingen van, maar die komen er ook niet echt door. Of ja, het is het altijd net niet, heb ik het gevoel. Dus ja, het zal voorlopig denk ik tussen de eerste 2 gaan. En ik hoop dat Eemdijk op het Vinkentouw een beetje mee kan liften. Ja. Maar daarvoor zal er wel nog iets beter gevoetbald moeten worden. Maar ja, dat weten ze zelf ook. Kijk naar het doelsaldo. Jan, 28 voor, 15 tegen. Te weinig gescoord. Heel weinig doelpunten tegengekregen. Dus de kracht ligt echt achterin. Ja. Maar dat betekent voor jou als TC, daar moet wat aan gebeuren. Je wilt achterin vasthouden en voorin uitbreiden. Dat lijkt me je doel. Ja. Ja, nou, we willen eigenlijk 2 dingen. We willen ook van A naar B kunnen voetballen. En daar heb je ook voetballende middenvelders voor nodig. En ook wel zeg maar, achterin spelers die zeg maar, op durven te bouwen.
Ja, we hebben dat geprobeerd om met Rick Blokhuis en Ashraf Nemi te doen. Ja. Dat zijn beide voetballende voetballers, om ze zomaar even te onderscheiden. En we zijn nog steeds aan het kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven, maar dan vooral voorin. Ja. We hebben met Nigel van Zelst de topscorer van de eerste klasse van vorig jaar gehaald. En waarschijnlijk wordt hij nu ook weer topscorer van de eerste klasse. In ieder geval zijn eigen eerste klasse, laat ik het zo zeggen. Dat is in principe een garantie voor goals, maar hij moet het ook maar laten zien op een hoger niveau. En dus we zijn nog wel aan het kijken van waarin kunnen wij voorin nog, ons nog versterken. Ja. Ja, en we hebben net over die vijf jongens van buiten gehad, dus dat zullen Spakenburgers moeten gaan worden. JP, Jan-Pieter, wat gaat hij doen? Ja, dat is de grote vraag voor iedereen. Er wordt al druk ingezet. Ja, hij blijft er heel rustig onder en wij overigens ook. Hij heeft denk ik 2 weken geleden een interview in de Bunschoten aangegeven dat het zomaar eens kan gebeuren als we hoofdklasse spelen. Dat hij nog een jaartje doorgaat. Ja. Bij promotie stopt hij sowieso. Tenminste, dat is wat hij nu zegt. Maar goed, de hoofdklasse is nu in één keer weer best wel een reële situatie geworden. Ja. Dus de kans dat hij toch nog een jaartje aan vastplakt is denk ik ook gewoon reëel. Ja. In hoeverre vind jij dat dan een soort strijd, Jacob-Jan, om een primeur te hebben? Een soort scoop van een nieuwe speler. Ik wil graag de eerste zijn die het dan brengt. Ja, dat wil je natuurlijk altijd, maar dat is echt wel heel lastig hoor, tegenwoordig. En, dus jouw contact met Jan moet wel heel goed zijn. Ja, ja. Alles valt op staan met investeren in relaties. Dat merk je wel steeds meer hoor, dat je daar echt heel veel tijd aan kwijt bent en dat zien mensen ook helemaal niet. Nee. En, en dan heel af en toe heb je dan een primeur en dan krijg je ruimte in de krant, maar het is ook vaak genoeg dat je geen ruimte krijgt en dan denk je, waar heb ik het nou eigenlijk voor gedaan? Ja. Doe het wel eens bewust, Jan, dat je iets laat lopen naar de pers? Nou, de vertrouwensband met Jacob-Jan is in ieder geval heel goed. Waardoor hij echt wel informatie krijgt die nog niet iedereen weet. Bijvoorbeeld Ashraf Nemi wist hij al. Ja. Maar hij moest het nog even stilhouden van ons. Dat heeft hij ook keurig gedaan. En dan gaat iemand anders met de scoop vandoor. Dus dat is dan wel weer heel pijnlijk. Ja. Maar dat zegt ook wel weer wat over de band. Mm-hmm. En dan probeer je wel dingen met elkaar daarin te delen. En je snapt elkaars positie. Ja. Ik laat niet bewust iets lopen. Maar ik probeer hem wel daarin te helpen waar ik kan. En andersom geldt dat ook. Want de mooie stukjes die bij ons op de website staan, die schrijf ik niet alleen. Dat doen we dan ook wel weer samen, zeg maar. Dus het is een beetje geven en nemen. Ja. Net een echte relatie. Ja. Goed, we moeten nu gauw naar de toto. Ja. Even ingrijpen. De wedstrijd die hier staat. Het hele programma voor de staat 7 maart. Dat klopt al sowieso niet. Maar wanneer worden... laten we die van vorige week eerst even pakken. Martin Koelewijn zat hier toen. Wij waren bij Martin in de sportschool. En had er 3 goed. Dus heel goed in andere dingen. Maar het is lastig. Het was een lastige total vorige week. Bovenaan. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Jeffrey Buitenhuis. En Remco van Lopik met 9 goed. We zien trouwens op de 3e plek vorige week al Janine de Graaf, de volleybalster. Die had nog een inhaalwedstrijd. Wat ook voor Jacob van Diermen, de badmintonner, geldt. Als die winnend wordt afgesloten in hun voordeel. Kan het zo zijn dat je nog een plekje stijgt. We gaan naar de toto van ooit. 14 maart. Van ooit. Van ooit. Laten we eens kijken. Als het zover komt en Spaken speelt tegen de Koninklijke HFC. Jacob-Jan, dan? Ja, dan winnen ze gewoon. Thuis. HFC is het in zoverre naar mijn idee redelijk kwijt. Voor de windstop. Ik geloof dat het voor de windstop was. Gaven ze een aardige masterclass bij de Vogels. Maar daarna is het allemaal wel een beetje aan het afglijden. Ik heb juist net het idee dat, wat ik net al zei, met Erik Meijers die het meer op de rit heeft, dat Spakenburg juist weer naar boven kan gaan kijken en gaan klimmen. Ja, ik verwachtte eigenlijk dat ze dus zouden gaan winnen. Maar ja, wanneer die wedstrijd wordt ingehaald, dat weten we niet. Nee, ergens in april. Hij is meer van geld zelden voor. Nou, laten we de kruisjes maar even voor wat ze zijn. Eemdijk-Urk was een leuke wedstrijd geweest, denk ik. Ja, nou, dan, dat is meteen weer een wedstrijd waarin je kan laten zien, zeg maar, waar je staat. Ja. Dus als je die wint en je hebt toevallig een beetje geluk met de uitslag van Zwift tegen Staphorst, dan kan een week later alles weer anders zijn. Maar ja, het is nu een beetje gissen, want wat er over 4 weken gebeurt, dat weet je niet. Of het al überhaupt dan weer af, of tenminste dat weer afgetrapt gaat worden.
Ja, en wat er dan is aan blessures en wie er weer terug is. Het is een hele andere wedstrijd, kan het zijn. Ja. Maar het had een mooi potje geweest. Ja. Moet wat anders verzinnen. Een goede herinnering aan Urk natuurlijk. Hè? Kampioen voor de periodetitel gepakt op Urk. Dus wat dat betreft liggen ze Eemdijk wel. Maar wellicht over een aantal weken ook. Ja. Goed, we gaan naar de afronding van het programma. Laatste vraag aan jou, Jan. Hoeveel spelers komen er nog bij? Nou, we hebben dit seizoen een vrij grote selectie. Dat willen we volgend jaar iets inkrimpen. Dus we willen naar 20, 21 plus 3 keepers. We zitten nu op een man of 17. Dus dat betekent dat we met een aantal jongens die bij Eemdijk voetballen nog in gesprek zijn. Mm. Om daarmee te verlengen. En onze ogen en oren open houden in het dorp met wat er nog beschikbaar komt. Ja. Ja, en ik heb een blauwe blouse aangetrokken, dus ik hoop dat er nog een beetje hulp komt van de blauwe kant van de Westmaat. Want daar loopt wel wat jong talent uit het dorp. Waarvan ik niet zeker weet of zij volgend jaar allemaal minuten gaan maken in Spakenburg 1. En die zeg maar voor een ontwikkeling een jaar in Dijk echt fantastisch zou zijn. Maar goed, dat spreek ik een beetje uit eigen... Dus wel een beetje hoop, hè? Nou ja, ik weet niet of het hoop is, maar ik denk ook wel gewoon dat het realistisch kan zijn. Maar ik spreek natuurlijk vanuit een Eemdijk bril. Ja. En die jongens en misschien ook Spakenburg zou daar anders tegenaan kijken. Maar je weet het niet. Dus, nee. Laatste vraag voor je buurman in het rode shirt. De komende tijd, Jacob-Jan, onzekere tijden, ook voor jou als journalist. Ja, ik moet zelf eigenlijk ook nog even bekijken hoe ik dat precies ga oppakken en... ik neem aan dat ik niet helemaal 3 weken lang in de bank kan gaan zitten en de PlayStation aan. Dat ik dan ga FIFA. Op zoek naar mooie verhalen. Ja, er zal toch iets in de krant moeten komen. En dan is het inderdaad zoeken. En in het zoeken gaat veel tijd zitten. Dus ik denk dat ik alsnog veel tijd kwijt ben. Alleen dan zullen de verdiensten nog wat minder zijn. Ja, dat is blijkbaar mijn lot voor nu. Zeg maar. Nou, heel veel sterkte erbij. Dankjewel. Ik zou graag willen aankondigen wat we volgende week hebben. In ieder geval komt tennis. En over 2 weken de broers Holwerf komen hier. Dus in dat opzicht zijn we niet zo afhankelijk van het voetbal. Volgende week zit hier Jan Schuit. En wat hij nog meer gaat doen behalve tennis, dat zult u vast en zeker zien volgende week. Bedankt voor het kijken. Jacob-Jan, bedankt voor je komst. Ja, Jan, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.